Welkom bij Jezus Leven Volgen in het Ritme van de Rabbi. Ik ben Henk Stoorvogel en vind het prachtig om deze aflevering met jou door de Evangelie te reizen op zoek naar wat het betekent om Jezus te volgen op de voet. De eerste aflevering zagen wij dat het eerste woord dat de discipelen ooit tegen Jezus hebben gezegd, dat woord was Rabbi. En het eerste woord dat een van de discipelen na Jezus' opstanding tegen Jezus zei, was precies datzelfde woord, Rabbi. Rabboni, mijn Rabbi met Shmicha. Voor de volgelingen van Jezus was Jezus in de eerste plaats toch dat. Die Rabbi met Shmicha, iemand die je kon volgen op de voet. Iemand wiens sproetenpatroon je in de nek kon natekenen, omdat je hem altijd zo dicht nabij was. De discipelen waren Talmidim geweest. Hun doel was om te worden als Jezus. En het allerhoogste wat je als discipel kon bereiken, was dat je zelf weer nieuwe discipelen ging maken. En dat is de laatste fase die wij nu tegenkomen na de opstanding tussen Jezus en zijn discipelen. Er is daar die scène dat Petrus en zes van de andere discipelen weer gaan vissen. Ze zijn naar Galilea gereisd, want dat had Jezus gezegd. Ik ontmoet jullie daar op de berg. En bijna waren ze helemaal op de goede plek. Wel in Galilea, net niet op de berg, maar op het meer. Zo kan volgen soms ook zijn dat je een heel eind in de goede richting volgt, maar net niet helemaal. Maar wat is de opgestane genadig? Hij zoekt zijn discipelen op het meer. Petrus en de discipelen hadden de hele nacht gevist en niks gevangen. Komt ons bekend vooruit, een eerdere geschiedenis uit de evangelie. En terwijl ze daar bezig zijn met hun netten, schalt daar een stem over het water. Hebben jullie wat gevangen? Nee, niets. Het aparte vind ik dat niemand van de discipelen de stem van Jezus herkent. Blijkbaar hebben wij de neiging om te vergeten hoe de stem van Jezus klinkt als wij hem een tijdje niet meer van dichtbij volgen. En daarom is het zo belangrijk dat wij Jezus altijd dusdanig volgen dat wij bedekt raken met het stof van de rabbi. Uiteindelijk is het Johannes die bedenkt, dit is Jezus. En hij stoot Petrus aan en zegt, het is de Heer. Soms hebben wij een vriend nodig die ons duidelijk maakt dat de stemmen in ons leven die klinken of dat de dingen die gebeuren, dat die alles te maken hebben met Jezus. Soms hebben wij een Johannes nodig, iemand die iets meer vertrouwd is met Jezus. En misschien ben jij volgeling van Jezus, maar besef je, ja, ik heb iemand nodig die mij wegwijs kan maken, die mij verder kan helpen in het volgen in het ritme van de rabbi. En dan wil ik je aanmoedigen, zoek dan een Johannes. Zoek iemand die aan de borst van Jezus heeft gelegen als Johannes. Zoek iemand die veel van Jezus houdt, maar waar Jezus ook zoveel van houdt, die zo intiem met hem is dat hij je verder kan brengen, dichter bij Jezus. Petrus is dol enthousiast. De Bijbel zegt hij doet kleren aan om zijn waardigheid te behouden. En hij springt het water in en hij zwemt naar Jezus toe. En als hij daar de oever bereikt, dan betreedt hij daar een heiligdom. Want de opgestane is daar. En hij heeft daar brood en vis voor de discipelen. Hij zegt tegen Petrus, breng mij wat van de vis die jullie gevangen hebben. Ik vind dat zo'n meesterlijke zin. De vis die jullie gevangen hebben. Van wie was die vis? Die was van Jezus. Wie had die vis gevangen? Dat was op de aanwijzing van hem. En toch zegt hij, nee, maar dit is nu jullie vis. En ze trekken dat net aan land, 153 grote vissen. Waarbij 153 staat voor alle landen van de wereld. Alle volken moeten het evangelie horen. Na de maaltijd vindt daar dat bijzondere gesprek plaats tussen Jezus en Petrus. De vergeving had al plaatsgevonden in een geheime ontmoeting tussen Jezus en Petrus vlak na Jezus' opstanding. Maar deze gebeurtenis, een aantal dagen daarna, is niet bedoeld om Petrus te vergeven, maar om hem te herstellen in zijn discipelschap. Door zijn verloochening had Petrus niet alleen Jezus verloochend, maar ook zijn discipelschap opgegeven. En Jezus die zegt hier tegen Petrus, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen,
weid mijn schapen. En daarmee zegt Jezus tegen Petrus. Petrus, je weet, ik ben de goede herder. Maar ik wil dat jij mij nu weer volgt. Ik wil dat jij zorgt voor mijn schapen zoals ik voor mijn schapen heb gezorgd. Met andere woorden, Petrus, jij kunt worden als ik. Jij kunt een talmidim zijn. Jij kunt waarlijk discipel zijn, daarom zorg voor mijn schapen. Ik denk dat de ontgoocheling die Petrus heeft ervaren na zijn verloochening van Jezus, dat het hier op een goddelijke wijze is hersteld en dat hij heeft ontdekt, ja, al kan ik het zelf niet, maar Jezus leven door mij heen, kan ik toch Jezus volgen. Ik kan volgen zijn ritme. Hij vertrouwt me zijn schapen toe, zijn lammeren. Ik mag worden als hij. Uiteindelijk zendt Jezus zijn discipelen uit de wereld in. Hij zegt tegen hen, ga dan henen. Jullie zijn geslaagd. Jullie mogen nu de wereld in om discipelen te maken. Zoals ik van jullie discipelen heb gemaakt, maak zo discipelen van andere mensen. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zie, ik ben bij jullie tot aan het einde van de wereld. Discipelen maken discipelen. Dat heeft niets te maken met het volgen van een discipelschapscursus. Dat heeft te maken met je hele leven. Dat heeft te maken met je overgave aan Jezus alleen. Het heeft te maken met radicale toewijding. Het heeft te maken met geloof. Het heeft te maken met uitgaan in de wereld. Het heeft te maken met aanbidding. Met al die grote thema's die wij hebben besproken. Discipelen die gaan uit in de wereld om discipelen te maken. Ze zijn missionair ingesteld. En daarom is het zo belangrijk dat jij in jouw omgeving een aantal mensen vindt die ook Jezus willen volgen. Die willen volgen in zijn ritme. Zodat jij hen weer kan helpen. Misschien door het opstarten van een nieuwe bijbelstudiegroepje waar je ook Jezus leven gaat doen of waar je de evangelie gaat lezen, maar om ze te helpen dichter naar Jezus toe te groeien. Geef door wat je zelf hebt geleerd, zodat ook andere mensen een discipel kunnen worden van Rabbi Jezus. Maak discipelen. Een persoon die mij heeft gevormd in mijn discipelschap is mijn vader. Hij stierf op het moment dat ik eigenlijk dit boek zou schrijven, daardoor werd het schrijven een half jaar uitgesteld. 2 maanden was hij ziek, hij had longkanker en toen was hij overleden. Het was een heftige tijd, maar mijn vader was een discipel van Jezus en hij wist als ik sterf, dan ben ik bij Jezus. Hij vertelde dat op een vroege ochtend, dat hij wakker lag in zijn ziekbed en dat hij met Jezus in gesprek was en dat hij tegen hem zei, ik ben op zich niet bang om dood te zijn, want dan ben ik bij u. Maar ik ben wel bang om dood te gaan. En hoe zal dat zijn? Zal ik ook een stukje van de weg alleen moeten gaan of bent u er continu bij? En toen had Jezus tegen hem gezegd, je zult nooit alleen zijn. Ik ben erbij. En zie, ik ben met jullie tot aan het einde van de wereld. En mijn vader werd daar emotioneel over en hij moest huilen. En vanaf dat moment wilde hij ook graag bij Jezus zijn. En hij zei, als ik gestorven ben, dan wil ik eerst heel lang aan de borst van Jezus rusten. Dan zei mijn moeder, ja, maar ook weer niet te lang, want er zijn nog veel meer mensen die er ook willen. Gelukkig is de borst van Jezus breed genoeg voor heel veel mensen om daar tegelijk te kunnen rusten. Vlak voordat mijn vader stierf, was ik bij hem in het ziekenhuis. Hij zou aan het eind van die middag sterven en hij gaf mij een zegengebed, gaf hij mee. En na het zegengebed zei ik tegen hem, pap, ik hou van je, ik zal je missen. En toen sprak hij zijn laatste woorden op aarde. Hij zei, Henk, het is maar voor even. Het is maar voor even. En daarmee wil ik deze serie Jezus leven afsluiten, ook als wij het hebben over het volgen in het ritme van de rabbi. Misschien gaan dingen soms anders dan je had gedacht. Misschien krijg je niet altijd wat je had gehoopt. Besef, het is maar voor even. En het gaat erom dat jouw ziel de hemel veilig bereikt. Heilige Vader, bewaar hen in
de naam. Het is maar voor even. En daarom klamp je vast aan Jezus leven. Blijf volgen in het ritme van de rabbi en maak anderen tot zijn discipelen.